Onze binnenstad moet meer leven krijgen. Dit is een van de voornaamste doelen van de gisteren gelanceerde toerismecoöperatie PBM Creative City. Deze coöperatie is daarom ook op Wereldtoerismedag gisteren herdacht. Deze coöperatieve vereniging is een direct uitvloeisel van het project PBM Live Museum. Het project. PBM Life Museum wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, en wel op initiatief van het vroegere ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De United Tour Guide Suriname, ITGS, is de trekker van het project. Voorzitter Yves Chonsaki is tevens de voorzitter van de coöperatie PBM Creative City. Volgens hem moet meer leven komen in de binnenstad. Om dit doel te bereiken, vindt hij dat de creatieve sector nieuw leven moet worden ingeblazen. De creatieve sector kan volgens hem een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie. In het bestuur zijn er personen met verschillende achtergronden opgenomen, zodat verschillende inzichten kunnen bijdragen tot het levendiger maken van de binnenstad. Al die verschillende. Die, uh, verschillende uh Commissarissen zoals creatieve concepten, gastronomische ontwikkeling, historische diepgang en cultuurcommunicatie heeft natuurlijk ook weer met elkaar te maken. Het is allemaal één om echt werkelijk ervoor te zorgen, samen met de beleidsmakers, om Paramaribo ervoor te zorgen dat het op een duurzame manier, uh, alle initiatieven die gedaan zijn voor de binnenstad, dat het een duurzaam karakter heeft en dat uh, onze achterkleinkinderen hier ook van kunnen genieten. Minister Albert Cubitana van TCT is blij dat er niet alleen naar het toerisme gebeuren in de binnenstad wordt gekeken, maar ook naar dat in de overige districten. Hij is ingenomen dat de toerismefocus nu ook gericht is op de Surinamers zelf. Maar nu kunnen we dit vanuit zeker de, de, de districten gaan stimuleren. Dat een, een school op reis kan gaan naar, hé hey, we gaan naar Nikeri een dagje. Nikeri heeft iets anders te bieden. We willen niet zwemmen. Coroni ook wel iets anders. Dus zo moeten we Suriname, we moeten daardoor veel trotser gaan worden op wie we zijn. De potentie van de districten gaan benadrukken en niet alleen focussen op een zwemgelegenheid. Uh, Coroni, hebben, hebben we vandaag gezien, en heeft heel andere potentie weer dan een, een, een para of een broekoponde. En broekoponde zie je die timmert heel hard aan de weg, dat er daar orde in komt. Zodat die sector, dat toerisme daar op een heel andere manier weer wordt uh, neergezet. Maar dat hebben we nodig. Dus ja, lokaal toerisme. Laten we elkaar daarin versterken en kijken naar de strengths die er zijn binnen de districten en die gaan uitbuiten. Minister Albert Jubitana van TCT. Hij sprak gisteren tijdens de launch van de toerismecoöperatie PBM Creative City bij Zus en Zo so aan de Grote Combiweg.